moet radicaal anders in Nederland als het aan de Partij voor de Dieren ligt. Tijd voor een plan B. En dat is meer aandacht voor de kwaliteit van ons bestaan. Met kortere werkweken, een basisinkomen, hogere belastingen op vlees. Genoeg idealisme, maar hoe gaat Marianne Thieme die plannen waarmaken? Welkom. Ja, mevrouw Thieme, wat is het belangrijkste punt dat u in deze verkiezingsstrijd gaat maken? Daar is een enorme focus bij de traditionele politieke partijen om vooral in te zetten op economische groei. En onze stelling is dat economische groei, de wijze waarop we onze economie laten groeien, enorm veel schade heeft, zowel sociaal gezien als ecologisch gezien. En dat die onhoudbaar is op een planeet die niet mee kan groeien. Daarom zullen we ons economisch systeem anders moeten gaan inrichten. En met name de wijze waarop er zo gefocust is op dat BBP, hè, dat moet groeien. Dat is het welvaartsinstrument. Ja, heel veel mensen thuis voelen dat helemaal niet zo als er wordt gezegd de economie is aan het aantrekken. Individueel voel je dat niet. Je hebt nog steeds onzekerheid over je pensioen, of je huis nog wel kunt blijven betalen, of je kinderen en kleinkinderen het wel beter gaan krijgen dan jij. Maar koopkracht stijgt dan meestal wel? Ja, maar de vraag is even of je dat niet, of dat veel te korte termijn een gedachte is. Want het BBP meet alles behalve dat wat het leven echt de moeite waard maakt. Als we een olieramp hebben en alle economische activiteiten daaromheen om dan die olieramp ook op te kunnen lossen, worden gezien als een bijdrage aan onze welvaart. Namelijk dat het BBP stijgt. Nou, in de Tweede Kamer hebben we daar ook een uitgebreid debat over gehad, dat het BBP, en die focuste op dat we dat eigenlijk moeten verlaten, omdat we daarmee niet het welbevinden van mensen en de samenleving als geheel goed in beeld kunnen brengen. Ja, en als u afstapt van die focus op economische groei, betekent dat dan economische krimp? Nee, dat betekent een duurzame ontwikkeling, waarbij we daadwerkelijk ook alle externaliteiten, alle dingen die negatief zijn voor onze leefomgeving, voor onze kwaliteit van leven, dat we die veel meer gaan meewegen. Als we nu alle externe factoren die negatief zijn met die economische groei, als we die mee zouden rekenen, dan zijn er een aantal economen die ook zeggen, nou, dan zouden we nog wel eens op een negatieve economische groei uitgekomen zijn. Alleen, het wordt nu op dit moment niet meegenomen. Er wordt alleen maar gekeken hoeveel wordt er verdiend. Of het nou gaat om wapenhandel. Mee kunnen veroorloven? Nou, wat ontzettend belangrijk is om te realiseren dat de vleesprijzen zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Er zal een enorme run komen op alle grondstoffen en granen. Met name ook vanuit China, waar de welvaart daaraan stijgen is en mensen steeds meer vlees gaan eten. Dus willen wij minder afhankelijk zijn van al die grondstoffen, zoals veevoer uit landen waar oerwouden voor moeten worden gekapt. Want die prijzen zijn enorm. Willen wij ervoor zorgen dat we goedkoop en duurzame eiwitten kunnen blijven eten, dan zullen we veel meer moeten gaan inzetten op vleesvervangers, waarmee we veel meer mensen kunnen voeden. En zeker als we dus door vlees duurder te maken veel meer alternatieven gaan ontwikkelen, dan zullen die alternatieven door de schaalvergroting ook goedkoper gaan worden. Dus dat is uiteindelijk voor iedereen van groot belang. Ja. En daarnaast, we gaan natuurlijk de belasting op arbeid zouden we willen verlagen, waardoor je ook veel meer te besteden hebt voor iedereen. Ja, maar dus de keuzevrijheid neemt dan wel af, hè? Nee, het blijft hetzelfde. Als mensen zich geen vlees meer kunnen veroorloven, en de plofkip is dan natuurlijk allang de winkel uit. Nou, we moeten niet vergeten dat elke dag 5 boeren moeten stoppen met hun bedrijf. Als het gaat om armoede, dan zie je met name bij boeren dat dat het geval is. En dat komt omdat we de echte prijs van vlees niet betalen. En dat gaat ten koste van boerengezinnen, dat gaat ten koste van het milieu, ten koste van dieren. Dus we zullen daarin een verandering moeten bewerkstelligen. En het RIVM heeft bijvoorbeeld ook aangegeven dat omwille van onze gezondheid het ook ontzettend belangrijk is dat we minder vlees gaan eten. En dat wij, en dat vinden wij heel erg belangrijk, groente en fruit, waar met name ook mensen met weinig inkomen geld aan besteden, dat dat goedkoper gaat worden. Dus daar geen BTW op heffen. Belachelijk dat we daar BTW op heffen op iets wat van levensbelang is, groente en fruit. Al 10 jaar lang sluit u elke speech af met de volgende woorden. Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Ja. Waarom altijd die zin? Omdat het voor iedereen telkens duidelijk moet zijn dat wij daar in de Kamer zitten om een van de grootste schandvlekken van Nederland, namelijk de bio-industrie, waar jaarlijks 500 miljoen dieren na een kort en ellendig leven op allerlei manieren worden mishandeld, dat we daarvan af moeten. De bio-industrie is niet alleen slecht voor dieren, maar zorgt er ook voor bijvoorbeeld een Q-koorts-epidemie waar mensen in Brabant, 76 mensen aan dood zijn gegaan. Het zorgt voor het verdwijnen van de natuur door een enorme mest te bergen die we hebben. Dat ik daarmee eindig is omdat we, als we de bio-industrie ook
stoppen. We heel veel maatschappelijke problemen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid daarmee kunnen aanpakken. Ja. Maar de doelstelling is helder, maar door elke keer dat zinnetje herhalen wordt het een beetje, misschien een beetje sleet. Horen mensen het niet zo goed meer? Een beetje als de eindprevel van een kerkgebed. Nou, het is zeker geen preveltje. Ik zeg het altijd met vrij veel trots. En mensen zitten er ook altijd op te wachten. Oh. En sommigen worden er elke keer weer boos over. En dat is eigenlijk precies wat ik wil. En waarom we in die Kamer al 10 jaar zo succesvol zijn, is wij proberen die onderwerpen op de kaart te stellen waar niemand het over wil hebben. Ja. We zijn daarin activistisch. We zorgen ervoor dat andere politieke partijen die onderwerpen ook overnemen. Bijvoorbeeld zo'n beprijzing van vlees. Toen wij begonnen in de Tweede Kamer over de beprijzing van vlees, wilde er niemand wat van weten. Kom niet aan mijn biefstuk, alsof het een soort mensenrecht was. En nu zie je dat niet alleen hoge colleges van staat, maar ook politieke partijen in de Kamer het in hun programma hebben staan en dat bepleiten. Ja, u zegt, we zijn al 10 jaar in de Kamer heel erg succesvol. U kwam in de Kamer 2006, u richtte de partij op in 2002. En nu 10 jaar later, 2016, 2017, heeft u nog steeds die twee zetels, diezelfde twee zetels in de Kamer. Hoe kan dat? Wat gaat daar mis? Nou, we hebben 50 zetels in Nederland en eentje in Europa. Wat bedoelt u? Dat op gemeenteraadsniveau, op provinciaal niveau. Ik heb het even over de Tweede Kamer nu. En daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met het feit dat als er, en dat zien we ook vandaag weer gebeuren, dat in de media, door politieke partijen, het idee ontstaat dat je strategisch zou moeten gaan stemmen. Dat je moet kiezen voor een minister-president. Dat je moet kiezen over wie wordt nou de grootste. En daardoor zag je ook aan het eind van bijvoorbeeld de verkiezingen in 2012 en in 2010... dat mensen op het allerlaatste moment niet meer met hun hart gingen stemmen. Welke partij vertegenwoordigt nou mijn idealen? Maar dat ze gingen kiezen voor bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en de VVD. In de veronderstelling dat ze, als ze de Partij van de Arbeid zouden kiezen, dat ze dan de VVD eruit zouden houden en andersom. En ze kregen ze allebei. Dat is helder. En dan zie je dus ook dat partijen die voor idealen staan, die een heel sterk profiel hebben, ja, daar heb je daar ook last van. Ja. Nee, want mensen lopen weg bij uw partij blijkbaar. Nee, ze komen juist naar ons toe. Want we zijn de snelst groeiende partij als het gaat om aantal leden. Ja, en ook aan de potentie. U staat hoog. Zetels. Ja, u heeft een groot kiezerspotentieel. Ja. U staat in de peilingen nu op 4 zetels. Maar u zegt, we zijn heel succesvol. In zetels vertaalt ze dat eigenlijk nog nauwelijks. Maar hoe je kijkt naar hoe politiek, wanneer politiek succesvol is. Precies, laten we even naar kijken. Want u zegt, wij willen aandacht voor onderwerpen die anders vaak veronachtzaam te worden. Klimaatverandering is er eentje. Hè. Nu kwamen GroenLinks en de PvdA kwamen met een klimaatwet. Ja. Die hebben dat ingediend, dat ligt nu in de Kamer. U heeft zich daar niet bij aangesloten. Waarom niet? Nou, dat was interessant hoe dat dan ook gaat. En dat is dus ook een van de succesfactoren van de Partij voor de Dieren. We hebben tijdens de algemene politieke beschouwingen vorig jaar en het jaar daarvoor bepleit om een klimaatwet. We hebben daar een motie over ingediend. Toen heeft de Partij van de Arbeid daar tegen gestemd. Wat je vervolgens ziet, een aantal maanden later, is dat er dan zo'n conctie wordt belegd tussen een aantal partijen die dan samen zo'n klimaatwetsvoorstel gaan doen. Uitstekend, daar zijn wij alleen maar blij mee. Het is alleen wel zo dat die klimaatwet erg weinig ambitieus is. Dus we zullen daar zeker ook amendementen op indienen. Maar dat is dus de aanjaagfunctie die de Partij voor de Dieren ook heeft. Maar dit is een beweging in uw idealistische richting. Heel geweldig. En u zegt nee, dan kan ik me voorstellen. Nee, we zeggen ja. U heeft zich daar niet bij aangesloten. Wij zijn niet gevraagd. Maar het gaat erom. Maar u heeft zich er niet bij aangesloten. Ja, de SP heeft zich er bij aangesloten intussen. CDA, ja, D66. In de Tweede Kamer gaat dat anders. Als er een partij komt met een initiatiefwetsvoorstel, dan word je daar al dan niet voor uitgenodigd om daarbij aan te sluiten. Dan weten ze ook van de Partij voor de Dieren dat wij altijd een stapje verder willen gaan. Want dit is een vrij slap voorstel, maar prima, wij zullen dat ook zeker voor gaan stemmen. Maar wij zijn dus die aanjager die buiten de boot gaat hangen om de koers te wijzigen. En dat heeft heel veel effect, want zo'n klimaatwet was absoluut taboe. Partij van de Arbeid stemde ook tegen onze motie eerdere jaren. En nu komen ze toch met een voorstel. En daar zijn wij zijn. Wij zijn van de concurrentiebevordering. Maar kijk, u zegt, wij willen geen compromissen sluiten. Wij zijn tegen het compromisme. Nee, heeft u gezegd in de Volkskrant. Ja, we zijn tegen compromisme, maar niet tegen compromis. En dat is een groot verschil. Wat je nu ziet in de... Maar dat lijkt me semantisch. Laten we even de redenering afmaken. Want als u zegt, we zijn niet bereid compromissen te sluiten en we zoeken daardoor ook niet naar politieke meerderheden in de Kamer, dan blijft de facto een stem op u gaat verloren als u alleen maar getuigenispolitiek bedrijft. Nee, juist niet. Want nu, mensen hebben daar langzamerhand ook echt hun bekomst van.
nu zijn partijen gericht op compromissen als doel op zich. Als we maar met elkaar tot een compromis komen, dan zijn wij bezig in het belang van Nederland. We hebben gezien wat een compromissen, zoals tussen de Partij van de Arbeid en de VVD, wat daartoe heeft geleid. Kleurloosheid, geen enkel ideaal. Het is een beetje van alles en niets. Ja. En daar heb je dus niets aan. Compromissen sluit je uiteraard als het gaat om temporisering van bepaalde invoering van wetgeving of maatregelen die je doet. Daar zijn we helemaal niet tegen. Maar dus niet in zaken die klimaatwet. En dus jawel, want wij stemmen dus voor die klimaatwet. Maar u heeft zich niet aangesloten bij... Wij zijn niet gevraagd. Maar dan kunt u toch zeggen, dit vinden wij fantastisch, mogen we meedoen? Zeggen we wel. En sluiten ze u dan buiten? Ja. Maar dat is helemaal niet erg, want dan klinkt het net alsof een soort Calimero. Maar het gaat er meer om dat wij een hele andere functie hebben in die Kamer. Die Kamer die komt uiteindelijk tot allerlei compromissen. Dat vinden we uitstekend. Maar wij zijn die aanjager die zorgt dat die klimaatwet uiteindelijk ook weer beter wordt, doordat we amendementen in gaan dienen, waar we ook weer heel veel progressieve partijen hopelijk achter krijgen. Of dan zien we ze over een paar jaar, of over een half jaar weer komen met die amendementen die we eerder hebben ingediend. Dus die... Maar op deze manier... Wat ik zou willen duidelijk maken is dat politiek wordt veel te beperkt bekeken, alsof dat alleen maar gaat om meerderheden alleen maar vormen. Hoe vaak mag je aan een onderhandelingstafel plaatsvinden en ga jij minister-president verzorgen? Nee, het gaat bij politiek veel meer om dat je je idealen probeert te verwezenlijken door invloed uit te oefenen. En daar heb je echt niet het getal alleen maar bij nodig. Daar heb je overtuigingskracht bij nodig. En de Partij voor de Dieren is er de afgelopen 10 jaar heel goed in geslaagd. Ja. Ja, dat zegt u. Hè. Intussen staat u in de Kamer nog op die 2 zetels. U bent intussen de langste zittende partijleider in de Tweede Kamer. De meeste partijen hebben heel veel profijt gehad, hè, van een wisseling van politiek leider. Overweegt u dat ook wel eens? Nee. En waarom niet? Omdat wij zeer veel profijt hebben op dit moment hoe we het hebben georganiseerd. We staan tussen de 4 en 6 zetels in de peilingen. We hebben een zeer stabiele politieke partij. We hebben inmiddels ook 18 partijen in de rest van de wereld. Partij voor de Dieren. We zien onze achterban groeien. 18% van de Nederlanders overweegt Partij voor de Dieren te stemmen. Dus op dit moment zijn wij helemaal op koers. En we willen ook geen plofpartij worden. Geen plofpartij, heel goed. We zien u zo meteen terug aan tafel. Dank u wel.